De wereld om ons heen verandert razendsnel. Welke rol speelt technologie daarin? En kunnen we het nog wel bijbenen? In de nieuwe serie Our New World gaan experts hierop in en vertellen hoe het ons leven makkelijker gaat maken. Ik ben Ajit Bakas en ik doe in toekomst. Maar de meeste mensen willen geen toekomst. Die willen dat het leven voortkabbelt zonder te grote veranderingen. Daar heb ik heel slecht nieuws voor. Er komen heel veel veranderingen. Nou ja, de toekomst van mobiliteit wordt echt heel, heel interessant. Als hier en daar enorme zelfsturende schepen kan bouwen, dan kunnen ze natuurlijk ook zelfsturende auto's bouwen. En dan kunnen we gewoon, als we naar een feestje zijn geweest en een wijntje erachter, dan rijdt het ding onszelf terug en dan pakt oom agent ons niet. Ik denk dat we op de lange afstanden minder gaan zien. Dus op de grote afstanden, dus bijvoorbeeld van Amsterdam-Maastricht of Amsterdam-Groningen. Daar zul je minder zien, omdat men dat soort stukjes met elektrische vliegtuigjes zal kunnen doen. En verder denk ik, kijk, heel veel steden die maken het parkeren in de binnenstad of het rijden in de binnenstad steeds onvriendelijker. Dat is wel een probleem, dat zien we echt overal in Europa. In Azië zie je overal van die fantastische parkeertorens met zo'n lift. Dan ga je gewoon de auto naar binnen en die gaat met de lift naar boven en die worden gewoon weer teruggebracht. Dus ik denk dat we steeds meer slimme parkeermogelijkheden moeten gaan bekijken. Over 5-6 jaar gaan de hypersonische vliegtuigen de lucht in. Het hypersonisch vliegtuig vliegt 5 keer zo snel als de Concorde uit de jaren 80. En dat betekent dat je in 2 uur vanuit Amsterdam in New York kunt zijn. Maar dat is toch wel fantastisch dat dat zo snel gaat. Dat betekent dus dat als wij hier een talkshow willen hebben met iemand van het hoofdkantoor van Hyundai uit Korea, dat die gewoon gezellig kan invliegen. Dus dat gaan we wel zien. Dit was een kijkje in onze nieuwe wereld. Wil je meer zien? Check dan de andere afleveringen.